Dankjewel. Daar gaat hij. 3, 2, 1. En hij brandt. En hij staat aan. Vandaag zijn wij hier omdat wij de jaarlijkse vrijwilligersprijs hebben uitgereikt. De duim en de high five. De duim is voor volwassenen en de high five is voor jongeren tot 25 jaar. Die we heel graag in het zonnetje willen zetten voor het mooie werk wat ze doen hier in het gebied. Je bent Rob de Vries. Ja, dat klopt dat? Ja, ja. Zeker. Ja. Nou, mijn naam is Antoinette Roetgerink en ik ben hier namens de gebiedscommissie Prins Alexander. Okay. En het wijkcomité Nesselanden Zevenkamp. Ja. En wij willen graag de vrijwilligers, de topvrijwilligers van Prins Alexander in het zonnetje zetten. Ik heb gehoord dat u zoveel voor de vereniging betekent. In alle opzichten, u was ooit voorzitter van de jeugdafdeling. U staat achter de bar, u schrijft stukjes voor het clubblad. U bent de coronacoördinator. Dus de club wilde u graag in het zonnetje zetten. Niet alleen de club, maar ook Prins Alexander. Mag u bij deze de zogenaamde duim uitreiken? Oh, kijk eens aan, dat is geweldig. Ontzettend bedankt. Waardeer ik bijzonder. Absoluut. En zal dat uiteraard ook delen met een aantal mensen binnen de club. Want ik denk wel dat ik weet waar het een beetje vandaan komt. Ja, ik vind het echt geweldig. Hartelijk dank, zeer dank. We gaan nu even langs bij Stan Breugelmans. Stan Breugelmans is een jonge heer die in Ommoord woont, maar in Zevenkamp vrijwilligerswerk doet. Hij is de trainer van een aantal kinderen, een trainer in vechtsport. En hij is de winnaar van de high five. En omdat jij zulk goed werk doet en we hebben ook begrepen dat jij in jouw leven ook heel veel grenzen hebt moeten verleggen, heel veel dingen hebt moeten overwinnen om te zijn waar je nu staat. En omdat iemand heel trots op jou was, ben jij genomineerd voor een prijs. Ja. Prijs van de beste en de fijnste vrijwilliger van het jaar. Die prijs heet de High Five en die heb jij gewonnen. Oh, wat leuk. Ja, en het wijkcomité van Zevenkamp wil jou dus die prijs aanbieden. Ja. Dat zie je hier mooi op hun plakkaat. Het is ook een nieuwe prijs die voortaan elk jaar aan jongeren uitgereikt zal worden. En jij bent nu dus de eerste. Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Ja. Gaaf, Stan. Ja, dus ik wil je van harte feliciteren met een bosje bloemen erbij. Bedankt. En wat vind je ervan? Beetje verrast. Beetje maar... verrast, ja. Wel leuk, toch? Ja, ik vind het wel leuk.